Jubbedoep gasten en welkom bij een nieuwe aflevering van Never Ending Glory. Zoals je ziet heb ik mijn roze pektrui weer aan. Tot nu toe, elke keer als ik die aan heb, heb ik geluk gehad met mijn player picks. Dus ik heb deze gekocht in een thrift shop, zoals dat heet. Eigenlijk is het gewoon een hele dure term voor een tweedehands winkel. Dus ik weet niet welke gozer deze trui heeft aangehad, maar zijn geluk is overgedragen op mij. En dat hoop ik vandaag weer te kunnen gebruiken. Een blauw duimpje zou ik heel top vinden. Je kan ook abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. We hebben bij de Weekend League goud 1 gehaald. Uiteindelijk comfortabel, gemakkelijk. En ik hoop stiekem dat we volgend weekend, dit weekend dus, Elite 3 wederom kunnen halen. We hebben er in ieder geval team voor, dus daar zou het er niet moeten liggen. Ik weet wel dat het weer wat lastiger wordt om te spelen. Er is natuurlijk Black Friday op vrijdag. Jazeker. Ik ga het er toch weer over hebben. Maar omdat er waarschijnlijk zoveel pakketjes worden geopend, vraag ik me af of de servers fijn zijn om te spelen op vrijdag. En dat is geen verwijt naar EA of wat dan ook. Dat is gewoon oprecht. Het gaan zoveel pakketjes worden geopend, dat misschien wel een probleempje gaat worden. Dat is de voorgaande jaren volgens mij wel zo gebeurd. Ja, wel zo gegaan. Toen hebben mensen er last van gehad. Dit is het Team of the Week. Uiteraard ontzettend veel goede spelers. Niet elke rode spelers hebben ons in het team komen. Of op de bank zelfs. Maar er zitten wel spelers bij die ik heel top vind. Een 87 Vedet zou ik dan geweldig vinden. Pjanic zou ik echt leuk vinden voor in een toekomstig Serie A team. Daarnaast is het ook gewoon een speler die ik echt heel tof vind. Ik heb ontmoet in het echt. Ik heb er een foto mee genomen. En dat is een speler die ik potentieel wel in het team zou willen gebruiken. Salah natuurlijk. Dat gaat niet gebeuren. Maar een van die spelers zou goud zijn. En op de bankje, ja, eigenlijk hebben we daar niks aan. Maar goed, we hebben ook de Division Rival Rewards. Jazeker, die kunnen we ook claimen. Dat gaan we als eerste doen. En daar gaan we dit keer voor de Untradable packs. Wat ik eigenlijk wil doen, is proberen te promoveren naar Divisie 2. We zitten nu in 3. Daar moeten we nog 101 skill rating voor hebben. En als we dan promoveren naar Divisie 2 en elke keer alle Weekend League games spelen, dan halen we gewoon gemakkelijk elke keer rank 3 in Divisie 2. En dat is een hele goede Untradable Reward. Dus dat is iets waar ik naar uitkijk om dat dan misschien te gaan doen. Het is misschien wel gunstig voor de serie. De reden dat ik nu een tradable kies in plaats van alle andere, of in plaats van munten, wat we normaal gesproken altijd doen, is eigenlijk dat er tijdens Black Friday redelijk wat flash SBC's komen. Dus vind ik het niet erg om dan een tradable spelers in mijn club te hebben, aangezien je die meestal wel kan gebruiken. Voor zo'n SBC. Dit is dan wat voor een pack. Ja, ik verwacht ook niet zo heel veel uit die pakketjes. Want tot nu toe hebben we daar nooit echt geluk uit gehad. We hebben een bordenspeler. Het is Portugees. Het is Roy Lopez. Jazeker. Van Lyon. Nou, wel zo'n 84 weet het speler. Die we dus uiteindelijk misschien kunnen inleveren tijdens een SBC. En ook de consumables zijn fijn. Al is dat maar één fitness kaartje. Die zijn een tradable. Dus dat maakt niet uit. Die kunnen we gewoon naar de club sturen. Mandi, die kunnen omwisselen. Is dan misschien net wat voordeliger naar de transferlijst. En de volgende Rare Gold Pack kreeg ook nog een spelerspakketje daarin. Wederom is het hopelijk een borderspeler. Nee, zeker niet. Weer Portugees rechtsmidden. Dat is dan Gelson Martins. Heb je niet zoveel aan. En ook hier wel weer consumables in. Dus dat is top. Die heb je uiteindelijk altijd wel nodig. Twee player pack, including one of them rare. Nou, het zal mij benieuwen. Soms zijn die twee two-player packs nog wel goed. Dit is een Spaanse speler zonder borden, dus kunnen we ook gewoon skippen. Maar dat maakt niet uit, jongens. Het gaat uiteindelijk allemaal om die player picks. Pedro, oh, is vast ook nog wel nuttig. Het Spaanse rechtsbuiten. Nu dan twee 50k pakketjes. Oh, dit is spannend, zeg. Dat is spannend. Geen borden, wel borden. Het is Pols, het is... Hoe heet die ook alweer? Oh, Chesney. Die heb ik al untradable, volgens mij. Dus dat is een beetje vervelend. Heb ik niet een tradable. Payet ook nog, Aduriz. Dit is een prima pakketje. Ik heb Chesney dus blijkbaar een keertje ingeleverd. Dat is chill. Anders hadden we daar helemaal niks aan. Weer twee 84 weten spelers. Die kunnen we omwisselen en naar de transferlijst sturen. En dan het laatste 50k pakketje. En alsjeblieft, zorg niet dat ik spijt heb dat ik dit heb gekozen. Geef me gewoon iets. Wel weer borden, dus dat is 84, 85 of wat dan ook. Spits, Spaans, Rodrigo. Wederom 84 weet het speler. Voor de SPC is dat prima. Niet heel goed, maar is prima. Morata. En nog wat andere spelers die ik volgens mij niet in tradable heb. Die kunnen ook weer omwisselen en naar de transferlijst sturen. Kijk, uiteindelijk kan je 36k kiezen. Maar die 84 en andere spelers, die kan je uiteindelijk inleveren voor een SPC. Dan hoef je niet te kopen, dus dan ben je op hetzelfde uit. Dus in dat opzicht namen wij het risico om dan voor de spelers te gaan. Stel je pakt iets goed,
Dan heb je daar natuurlijk gewoon geluk mee. Stel je pack niet iets goed, kan je dat alsnog inleveren voor SPC's. Dus ben je er niet op achteruit gegaan. Dus tenzij we echt voortaan 50k of zo halen uit Division Rivals voor de divisie waar we in zitten met de rank. Dan ga ik dat gewoon kiezen. Maar die pakketjes waren nu wel leuk. Als we dus promoveren naar divisie 2, zijn we daar uiteindelijk nog veel beter mee uit. Twee player picks, twee jumbo player packs, 50k en 2000 Champions Qualification Points. Die ga ik zo eventjes direct inwisselen voor ik dat weer vergeet. En nu dan de player picks. Alsjeblieft, een beetje geluk zou ik leuk vinden. Batshuayi is geen goede speler, maar we nemen hem wel. Want Forest hebben we niks zoveel aan. Hier gaat ook niet zo heel veel in zitten, toch? Nee, we hebben eindelijk... Pjanic, daar is hij. Yes, hey! Vind ik leuk. Ik wil die Pjanic, wilde ik al, dat zei ik. En die gaat ook zeker toekomstig in een teampje komen. Hele toffe speler. Uiteindelijk is dit gewoon prima. Hier speel je uiteindelijk Weekend League voor zo'n spelertje. Hij zal niet zo heel duur zijn op de markt. En Batshuayi ook niet. Maar bij Batshuayi is eigenlijk het enige wat echt een probleem is. Behalve dat het een bizar goed kaartje is verder. Zijn stamina. Hij heeft 5-star weak foot, 4-star skill moves. Dus dat is ziek voor iemand van zijn lengte heeft. Die ook nog best wel veel agility en balance. Dus het zou me niet verbazen als dit een heel goed spelertje is. Alleen die stamina is dus wat minder. Maar als super sub zou hij zeker wel eventjes een debuut kunnen maken voor ons in het team. Pjanic ook goed. Ja, vind ik gewoon tof. We hebben al zoveel Serie A untradable spelers. Van die rode. Dus deze kan er ook weer in. En dat vind ik gewoon leuk. Daar kan uiteindelijk dan een teampie mee maken. 200k pakketjes. Het zou wat zijn, zeg. We hebben een walkout. Yes. Oké. Lekker. Let's go. Walkout. Yeah. En een inform walkout. Het is Kolarov. Oké. Ik weet niet of hij wat waard is. Hij gaat natuurlijk veel gepakt worden tijdens Black Friday. Dus in dat opzicht kan hij misschien gaan dalen. Maar het is wel gewoon een 84 inform. Dus dat is heel erg degelijk. Weer een Serie A-spelertje. Wat zit verder in? Roberto Firmino. Oh, dat is ook heel goed. Die is ook rond de 50k. Yes. Dit is lekker. Goretzka hebben we ook, maar die zal wel niet zo duur zijn. Want het is gewoon een 83-rated speler. Nou, toch nog wat. Kolarov, hoe duur ben jij? 30.000 munt of zo? Inderdaad. Nou, dan hebben we gewoon lekker ruim, denk ik. Wat is het? 100k uit zo'n pakketje. Dat is wel een beetje ruim geschat, maar dat kan gewoon. Dat kan. En deze ook allemaal top. Top. Helemaal prima. Helemaal keurig. Dat volgende 100k pakketje. Oh, back-to-back walkout. Zou ik niet verkeerd vinden? Nee, niet. Eigenlijk waren we te gretig in dat opzicht. Het zijn wel weer borden. Het is De Vrij. Van Dijk heeft natuurlijk een inform. Helaas, anders zou het ook een hele zieke zeler zijn om te pakken in je 100k pakketje. Weer een 84 weet het. En De Pai, Dani Alves. Die zijn niets meer waard. De Pai is ook zo'n speler. Die is nu maar 2000 munten waard of zo. Als het niet meer is. Asensio. Of Asengo, sorry. Ik haal die altijd door elkaar. Altijd, echt altijd. En hier ook nog wat spelers in die we naar de transferlijst sturen. Voor het geval dat. Die Kolarov en Firmino, die hebben ons echt gered. Die hebben echt uiteindelijk nog veel opgeleverd met z'n tweeën. Ik heb uiteindelijk besloten om mijn Kolarov nog niet te listen. Firmino wel al. Maar dat doe ik met deze reden. Heuvedes, dat is natuurlijk een Duitse inform nu. Dus die is heel erg gestegen. Maar dat betekent dat Kolarov nu volgens mij de beste inform linksback is van het spel. Als er dus een Team of the Week SBC gaat komen, wat waarschijnlijk zo is, dat gebeurt elk jaar bij Team of the Week nummer 10, wat het dus deze week is, dan zou het kunnen dat Kolarov in vorm, omdat het de beste linksachter is uit het spel, ook nog uit een goede league waar veel hooggewaardeerde spelers in kort komen, dat die gast duurder gaat worden dan dat hij op dit moment is. Dat zie ik nog wel gebeuren. Dus hij gaat sowieso niet dalen, denk ik. Dat gaat sowieso niet gebeuren. We houden die nu nog even in de club. Al die andere spelers moeten we eigenlijk discarden of listen. Want daar hebben we op dit moment helemaal niks aan. En dat betekent dat wij met de hoeveelheid munten die wij hebben geen aanpassingen kunnen maken aan het team. Wat iemand zei is, je kan Inform Robertson kopen op linksachter. En dan Kanté omdraaien met Lallana. Zou kunnen. Dan hebben wij inderdaad een betere linksachter. Maar het ding is meer dat ik hem gewoon echt heel duur vind. 100k. En linksachter is op zich wel een belangrijke positie. Maar niet zo belangrijk dat ik denk, ik ga er 100k tegenaan gooien. Ik kan mijn muts ook afdoen. Nu is een beetje een ritueel dat kan tijdens pakketjes. Dus ja, weer een nieuwe week. Weer een nieuwe Weekend League die eraan zit te komen. Ik heb er op zich wel zin in. Koffie is ook helemaal koud aan het worden, joh. Zet je een kop koffie en dan vergeet je dit helemaal. Dat is heel erg dom. Waar ik me een beetje zorgen om maak met dit team, is natuurlijk wel dat het goed is. Maar dat ik het minder leuk ga vinden.
Want hoe gek het ook klinkt, in die laatste 10 wedstrijden die ik vorig weekend speelde, miste ik Icardi wel. Het ding is, als je met je favoriete speler speelt, ook al is hij slechter, is het wel, geeft meer waardering om daarmee te spelen. Als jullie ook met je favoriete spits spelen, en als je daarmee een doelpunt scoort, denk je van yes! Hoppakee, golazo, Marito, Icardi. Dat was een beetje cringe, sorry. Het zou dus ooit zo kunnen gebeuren dat wij gewoon die spelers allemaal verkopen en dat wij gewoon de UCL, Perisic, Icardi en Cuadrado weer halen. Gewoon voor de meme, omdat het leuke spelers zijn en omdat ik denk dat daarmee de resultaten natuurlijk wel wat minder kunnen worden. Dat sowieso, maar dat gaan we pas echt meemaken als ik met dit team al een volledige weekend league speel. Dan kunnen we daar echt een goed oordeel over maken. Dus ja, morgen weet ik niet of jullie daadwerkelijk een video gaan zien. Omdat ik natuurlijk 10 weekendwedstrijden moet spelen. En op vrijdag weet ik niet of dat gaat lukken. Het kan zijn dat ik het in de ochtend al doe. En dan hebben jullie in de avond wel een video. En anders zien jullie dat zaterdag. In beide gevallen hoop ik jou graag terug te zien naar de volgende aflevering. Vergeet vooral nog niet even om te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Road to 100k. We zijn langzaam maar steady op weg. En ik waardeer het heel erg. Een blauw duimpje zit op. Je kan ook abonneren als je nog niet hebt gedaan. En dan check ik jullie later. Joejoe!